Den Haag Centraal. Ik ga zo meteen naar de staatssecretaris. Ik hoop dat we het kunnen hebben over de positie van dieren in deze wereld, zeg maar. Dus ja, zin in! Hoi. Wij zijn van DenkTank en wij hebben een gedachte-experiment gedaan. Dat we het eigenlijk zo vanzelfsprekend vinden dat wij de baas zijn over dieren. Mm-hmm. Wat vindt u daarvan? De mens is weliswaar ook een diersoort, maar wel eentje met, natuurlijk met heel veel capaciteiten vergeleken met al die andere dieren. Oké. En is dat dan ook gelijk zo dat dieren dan minder waardig zijn of een minder waardig leven moeten gaan leiden? Of minder rechten hebben. In onze tijd mag je ook verwachten dat we dieren zo goed mogelijk leven geven. Kijk, het blijft zo dat we eten de eieren, we gebruiken de melk, we eten dieren zelf op. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te zorgen dat dieren tijdens hun leven het zo goed mogelijk hebben. Wij zijn ook naar een boerderij gegaan en de boeren vertellen zelf dat ze het werk wat ze doen, dat ze dat doen omdat er zo'n grote vraag naar is. We zijn natuurlijk bijna alles in onze samenleving zijn we steeds efficiënter gaan produceren. Alleen wat je moet realiseren, vlees is niet een product zoals een zak chips of een fles cola. Het is een dier is een levend wezen, dus daar moet je zo goed mogelijk mee omgaan. Dus je ziet nu dat heel veel mensen zeggen, ja, maar we willen eigenlijk een beter leven krijgen. En dat betekent dus ook dat je er ook iets meer voor betaalt.